Dag beste kijkers van Archief. Vandaag gaan we het begin lezen van een geweldig boek genaamd De Stad der Blinden. Dat verklaart wel omdat ik een zonnebril op heb vandaag. Het boek is geschreven door een Portugese man, geïnteresseerd in het Frans en literatuur. Dat maakt hem een heel rare schrijver, want ik bedoel, wie is er nu geïnteresseerd in het Frans? Maar goed, een enkele kandidaat heeft recht op een langere erkenning als deze grote romanschrijver. Aldus de woorden van Edmund White. Dus in 1996 lanceerde hij het boek, José Saramago dan. Al gauw werd het al heel populair en het werd zo populair dat het zelfs in 2008 verfilmd werd. Het avontuur duurt 300 pagina's. 300 pagina's zonder eigen namen. Er is geen enkele eigen naam in het boek. De personages zijn allemaal simpel. Een man met een ooglapje, de dokter, het meisje met een zonnebril. Het zijn allemaal simpele namen om het boek heel interpreteerbaar te houden. Het boek gaat over een stad, Lisbon, waar iedereen plot besmet geraakt met een ziekte genaamd de witte blindheid. Ik ben echt benieuwd wat dit mag betekenen eigenlijk, want witte blindheid, normaal als een mens blind is, moet hij toch zwart zien. Als je daarbij logisch nadenkt, maar op de achterkant staat dat iedereen gewoon blind wordt zonder een reden, zonder een medische reden. De dokters kunnen er ook niet in. En zij worden zelf ook blind en het is echt heel... Het wekt echt spanning op. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. En het eerste deel ga ik nu lezen. En daarna zal ik de volgende dagen de rest wel lezen. Dus nu zijn we klaar om te lezen. Of softbox of lampje staat ook aan. Ons boek is hier. Wat houdt ons nog tegen om eens te proeven van het meesterwerk van José Saramago? Nu zijn we een 60-tal pagina's ver en ik kan u echt verzekeren dat dit echt een geweldig boek is. De eerste 60 pagina's waren zo mooi. Er is heel veel gebeurd, maar ik ga de essentie eruit halen. Dus er zijn een paar personages. Er is een man die in de file staat en bij rood licht stopt hij dan. En er zijn twee auto's voor hem. En die auto's, ja, wanneer het groen is, gaan die door. Maar deze man blijft gewoon op zijn plaats staan met de auto. En opeens gaat hij heel alles wit zien en gaat hij niks meer kunnen zien. Hij wordt blind en de mensen die hem helpen worden ook blind. Dus dit laat zien dat deze ziekte eigenlijk besmettelijk is en zo gaat heel de stad hiermee besmet geraken. Ik vind het echt een heel mooi begin en al direct de eerste pagina is al de eerste gebeurtenis dat ik wil benadrukken. We zien hier hoe het begint. Eén man krijgt de ziekte opeens en hij gaat ervoor zorgen dat heel de stad besmet geraakt met deze ziekte. Dag 2. Vandaag gaan we het boek verder lezen. Ik ben echt onder de indruk van het begin, heb ik al 100 keer gezegd misschien. Maar ik ben ook benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want de laatste keer was er nog niet zoveel gebeurd, ik had ook niet zoveel gelezen. Maar dus, de man wordt blind, wordt geholpen en de ziekte geraakt besmet, de dokters zijn ook besmet geraakt. En bovendien is er ook een nieuwe personage erbij gekomen, de dokter die besmet is geraakt. Daar ben ik weer. Ja, het was zo spannend dat ik echt niet kon ophouden. Ik heb 120 pagina's ongeveer gelezen. En ja, er valt heel veel te vertellen en ga ik ook doen nu. Dus de mensen zijn besmet geraakt, een klein deel is besmet geraakt en daarom... Dus wanneer ze in het gekkenhuis belanden, worden ze verdeeld in drie kamers. De hoofdpersonage, dus de man met de ooglap, de meisje met de zonnebril, de dokter, de gewone man, zijn allemaal in de tweede kamer. En er is ook een vrouw die kan zien als de meisje met de zonnebril, die kan wel zien. Zij is de vrouw van de dokter dan. En ze doet alsof dat ze niet kan zien en gaat die mensen daar binnen helpen. En de mensen van de derde kamer, die zijn de slechteriken. Zij nemen de leiderschap daar, dus elke dag krijgen ze boksen met eten. Ze moeten dat allemaal zelf verdelen, ze moeten alles zelf doen in het gekkenhuis. Er zijn enkel bewakers bij, want ja, die mensen kunnen het toch niet zien, dus ja... Dan gaan ze daar gewoon niet bij staan. Hè. Dus de derde kamer neemt de leiderschap. Zij eisen dingen van de eerste en de tweede kamer in ruil voor voedsel. Ze geven enkel voedsel als zij een juweel en zo geven. En op, na een tijdje is alles op. Alle juwelen en zo, alle waardevolle dingen zijn op. En daarom gaan ze ergere dingen eisen. En op pagina 173 wordt dat heel duidelijk gemaakt. Ze willen namelijk de vrouwen van de eerste en de tweede kamer.
En ja, die mensen zijn op sterven en dus gaan ze gewoon. Waarom ik dit een hoogtepunt vind, ik zet mezelf in hun schoenen. Zou je geliefde gewoon kunnen laten gaan? Allee, gewoon als een hoer, gewoon bij die mannen van de derde kamer laten gaan, gewoon voor voedsel. Dat is toch wel een moeilijke vraag en ik vind het toch wel een hoogtepunt. Laat zien hoe erg. Vandaag is het de laatste dag dat ik mijn neus ga insteken in het boek. We gaan er een einde aan maken. En ben ik daarmee blij? Niet echt, want ik vond het echt, tot nu toe vond ik het echt een heel goed boek. Ik heb het al misschien 1000 keer gezegd. Ik krijg er gewoon niet genoeg van. Vandaag gaan we zien hoe het gaat eindigen natuurlijk. Iedereen is bekend blind in Lisbon tot nu toe. Er heerst chaos. De helft zit in de gevangenis, in het gekkenhuis. De andere helft zit gewoon op straat dood te gaan van de honger. Heb ik vergeten gisteren te zeggen. Nu gaan we zien of ze ontsnappen of opkomen, vechten tegen, oorlog verklaren tegen die derde kamer. Ik ben echt benieuwd, de laatste 100 pagina's, laten we er maar aan beginnen. Het boek is uit, dat was de laatste pagina. En het einde is toch wel teleurstellend, vind ik. Allee, het ging zo goed, ik was de hele tijd verrast en het einde was simpel. Dat wil ik wel duidelijk zeggen. Het is gewoon, ze komen in opstand, ze doden de leider van de Derde Kamer. En daarna ontsnappen ze, want het gekkenhuis is niet zo heel goed beveiligd, omdat ze dachten dat iedereen blind was. Maar die vrouw met de zonnebril, die opende gewoon de deur en ze zijn gewoon ontsnapt en hebben ze eten gevonden ergens. Alle huizen zijn verlaten, overal is eten, hebben ze er was nergens eten, maar ze vonden een kelder vol met eten, sorry. En ja, de tweede kamer, eerst en tweede kamer overleefde het en daarna de man die als eerste blind werd, was ook bij hen, die kon opeens zien. Kon opeens zien en daarna volgde iedereen daarop. Het is niet echt geweldig. Het einde is niet echt geweldig. Het was te voorspellen, maar over het algemeen zou ik toch wel 4,5 sterren geven. En wat mij. Allee, de laatste zinnen, er staat hier, dus de laatste pagina, de voorlaatste zin ongeveer, heeft me echt wel geraakt eigenlijk. Ik ga die nu voorlezen. Wil je weten wat ik denk? Ja, wat? Ik denk dat we niet blind zijn geworden. Ik denk dat we blind zijn. Blinden die zien de niet zien. Ik vond het echt wel aangrijpend. Het laat wel zien hoe de maatschappij van vandaag de dag over dingen denkt. Gezien zo op het einde weer terug konden zien, heb ik mijn zonnebril ook niet meer nodig. Dus ik heb twee besprekingen bekeken van het boek. En in het ene zegt men dat het echt heel meeslepend was. Dus allee, daar gaat het meer om het boek zelf, niet over de betekenis. De structuur van het boek is echt wel meeslepend. Daar ben ik het helemaal mee eens. En in het andere staat er ook. Echt wat ik denk, activeert me om iets te doen. Allee, ik heb echt het gevoel van ik moet iets doen. De mensheid wordt echt blind zonder het te merken. Ik voel dat en ik vind het daardoor ook een echte aanrader aan mensen om dit boek te lezen. Want ik denk dat dit boek toch wel veel kan veranderen aan mensen. Daarom zeg ik dat het echt een goed boek is. Niet alleen meeslepend, maar ook het leert u iets bij. En daarom zeg ik, het is een must. Je moet het sowieso lezen. Ik hoop dat mijn kijkers dit boek zo snel mogelijk lenen of kopen. Tot de volgende vlog. Adios. Dag beste kijkers.